Nou, mijn hele huis is schoon en het is tijd om te versieren. En dit jaar hebben we een echte boom gekocht. Dit doen we niet elk jaar, maar ik wou zo graag een echte boom. Dus nou, voor nu hebben we dat zo gedaan. Nou, hier is de boom wat witter, want ik heb er sneeuw in gespoten. Het is echt verschrikkelijk spul. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik had groene kerstballen en ik vond gewoon dat die groene kerstballen mooier staan in een boom die wat witter gespoten is. Het lijkt net of het gesneeuwd heeft, zeg maar, op de boom. En hier is het wat moeilijker te zien, maar van dichtbij ja, is het echt goed te zien dat de sneeuw als het ware erop ligt. En hier ben ik al die lampjes erin aan het doen. Ik heb twee sets en één is warmer dan de andere. Dat vind ik wel een beetje jammer, maar goed. En de kerstballen, daar ben ik echt al lang mee bezig, want ik moet echt het juiste plekje vinden voor ieder kerstbal. En ik heb donkergroen en mintgroen. En hier ga ik de gang even versieren met de pompons die ik heb gemaakt. En ik had hier nog wat dennetakken. En die heb ik gewoon in dit dienbladje gelegd. Het ruikt ook heerlijk. En wat lampjes erbij. En deze schattige sneeuwpopje. In dit boompje komen al onze speciale ornamenten. Die zijn heel oud. Deze heb ik bijvoorbeeld van mijn tante gekregen al 10 jaar geleden. En zij had ze al lang voor mijn tijd. Dus dat zijn allemaal speciale ornamenten die dan in dit boompje mogen. En Juana heeft deze uitgekozen dit jaar. Dus dan komen die ook allemaal in het boompje. En het zijn natuurlijk wat grotere, maar dat maakt allemaal niet uit, vind ik. Nou, in de keuken zet ik dit klein kerstboompje neer. Dit is al een heel oud boompje van mijn vriend. En daar hang ik dan wat kleine balletjes in. En ja, ik heb ook besloten om deze kerst niet te veel te kopen, want ja, ik vind het ook eigenlijk best wel zonde. Ik heb heel veel spulletjes in huis en dan probeer ik gewoon ja, ieder jaar te kijken wat ik wel kan gebruiken. En dan koop ik misschien een heel klein beetje erbij om ja, aan het thema toe te voegen, maar ik heb gewoon echt dit jaar heel bewust probeerd te gebruiken ook al heel veel van wat ik al heb. En overal waren natuurlijk naalden. En ik ben heel eerlijk, dit heeft me een hele dag gekost. Het is een korte video. Maar ik ben er een hele dag mee bezig geweest. En daarna was ik nog 2 dagen bezig om het een beetje, zeg maar, allemaal recht te trekken. Nou, en Juana wou heel graag dat ik haar zou verrassen met het versieren van haar kamer. Ze was bij haar vader dat weekend. En nou, dat heb ik dan ook gedaan. Heel veel roze. En ze heeft ook een hele kleine kerstboompje. Dit is een echte kerstboom. Of kerstboom, een dennenboom. Ik heb ook wat lampjes opgehangen. Het is ook zo gezellig met deze donkere winterdagen. Nou, en de volgende dag heb ik gedwijld, want ja, ik was er gewoon niet meer aan toegekomen. Ik was zo lang bezig met het versieren en opruimen. En eindelijk leg ik mijn kleden neer. Ik heb ze al heel lang geleden gewassen. En nu mogen ze eindelijk op de schone vloer. En dit is dan een kerstboom. Ik vind dat het soms niet echt, maar goed te zien is hoe mooi die is. Maar ik heb al die mooie groene ballen en ook wat extra speciale ballen erin. Zoals die regenboog. Dat is de bal van het jaar. Ja, dit is Juana's kerstboompje. Hij is een beetje ielig, ik weet het. Maar die hebben we nu al voor het 2e jaar. En ja, hier hangen alle speciale balletjes in. En die heeft ze helemaal versierd. En de gang ben ik ook wel heel erg tevreden mee. Ook met pomponslinger. En ja, de groene kleur komt ook hier natuurlijk heel goed terug.
En nogmaals Juana's kamer. Heel veel roze. Nou, een aanstaande donderdag ga ik een extra video posten. Ook met nog wat kerstknutsels. Want ik ben nog niet klaar in huis, als ik heel eerlijk ben. Maar dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat jullie ook echt in de kerstsfeer zijn gekomen. En ja, ik kijk er echt naar uit, naar de tijd van het jaar.